Vandaag pakt hij de ster van Zwolle, de eerste klassieker van het Nederlandse seizoen. Hoe belangrijk is deze zege voor jou en voor de ploeg? Ja, voor de ploeg is dit natuurlijk hartstikke belangrijk. We hebben van de winter met z'n allen best een zware periode gehad met het overlijden van Rijk Vink. En daar is ook een knop om gegaan van nu gaan we met z'n allen laten zien hoe goed we zijn in nagedachtenis voor Rijk Vink. En als je dat de eerste wedstrijd direct kan doen. We kregen de favoriete rol al weken van tevoren opgelegd van Piels moet het gaan doen. En als je het dan afmaakt en de ploeg werkt goed samen, dan is dat gewoon een fantastisch mooie dag. Vandaag was het vrij windstil. Best wel goed weer, was koud. Heeft het in jouw voordeel gespeeld? Ja, op zich wel. Frisser dan dit ga je niet meer aan de streep komen waarschijnlijk de rest van het jaar. Dus ik heb geen trap hoeven doen. Dus wat dat betreft is het zeker in mijn voordeel. We hebben de mazzel dat wij in de ploeg op alle vlakken goede renners hebben. Dus mocht er een groepje weg zijn, dan hebben we er vaak een mee die het af kan maken. En voor de sprint word ik ingezet en dan zit je toch allemaal wat rustiger. Wanneer dacht je voor het eerst vandaag, het kon wel weer eens een Jef Vermeulendag zijn? Nou ja, eigenlijk toen we een beetje aan het bespreken waren en er werd een beetje gegrapt van windkracht 1 uit noorden, dat kan wel eens zwaar worden. Dan zijn er toch momenten dat je denkt van als het een keer moet gebeuren, dan zou het vandaag wel een hele grote kans zijn met een matkoers en een massasprint. Ja, uiteindelijk win je hier dan, hè, nog een valpartij in het laatst. Had je dat vooraf eigenlijk verwacht? Verwachten kan je dat denk ik nooit. Het is wel iets waar je op hoopt en waar je hard voor getraind hebt. Dus je weet dat het erin zit. Maar of het eruit komt, een sprint, het is van zoveel factoren afhankelijk. Je kan ingesloten raken, er kan net weer een valpartijtje zitten waar je wel bij ligt. Dus het is niet vanzelfsprekend. Door deze zege ben je ook automatisch de eerste leider in de topcompetitie. In hoeverre hoop jij die trui vast te kunnen houden en kun jij die trui vasthouden? Nou, van de winter heb ik eigenlijk met de ploegleider erover gehad dat ik dit jaar niet voor de topcompetitie zou gaan omdat het zoveel in Limburg is. Maar goed, er zijn nog een paar vlakke wedstrijden en tegen die tijd misschien wordt het plan wel omgegooid en zegt Han van probeer het maar eens in Limburg. Dus dan gaan we gewoon wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Vind je dat eigenlijk jammer dat die topcompetitie nu meer rond Limburg centraal staat? Nou ja, voor renners zoals ik is dat jammer, maar het is natuurlijk ook wel vrij logisch. Ze willen een jongen die gewoon klaar is om bij de beroepsrenners goed te rijden. En dat zijn toch vaak de jongens die goed bergop kunnen. Kijk naar Twan Kastelein die het nu echt buitengewoon goed doet. En ik denk dat ze daar dit jaar weer zo'n talent willen uithalen. Vorig jaar zei Rijk Vink tegen mij bij de Parel van de Veluwe. Waarom zou die Jef Vermeulen niet missen, of waarom zou die misstaan bij Lotto Jumbo? Is het dat een stap die nog altijd in jouw hoofd speelt, dat prof worden? Nee, dat speelt niet in mijn hoofd, absoluut niet. Dat is van meerdere factoren afhankelijk. En ik heb het nu gewoon heel erg naar mijn zin. En dit is het wat ik het mooiste vind, koersen winnen. En dat blijf ik gewoon doen. En voor de rest zit daar geen achterliggende gedachte achter. Volgende afspraak, omloop van de Braakman. Wat gaat Jef daar doen? Nou ja, dat zou mooi zijn als ik vandaag kan herhalen. Dan krijg je een beetje voorsprong als je Limburg in zou gaan. Maar we hebben nog Drenthe en nog Groningen. Dus daarvoor hebben we ook een paar mooie koersen die ik graag zou willen winnen. Dankjewel, Jef. Ja.